niet aanspreekbaar, graag een ambulance ter plaatse. Ah, daar, kijk dan. Uitstappen, hier komen. Helemaal klaar ermee. Hey, hier komen. En gauw een beetje. Dat is verhoord. Een schietpartij zijn geweest. Het zou een ernstig ongeval zijn. Meerdere voertuigen, prio 1. Nu moet echt de brandweer komen. Het is echt een heel zwaar ongeval. Mogelijk ook doden. Ik weet niet of de lifeline nog gaat komen. Collega neer, collega neer. Ja, hebben we een prio 1 melding gekregen voor een autobrand. Stoppen! Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP voor morgen. En vandaag een extra lange video, ja, omdat het mijn verjaardag is. Dus ja, dat einde, 19 jaar oud. Laten we beginnen met mijn vrouwelijke collega. Verzin een leuke naam. En nou ja, dat. Hey, wij gaan de strada met de Vito. En daarna gaan we de strada met de Touran 2016. Waarom met de Touran? Omdat dat gewoon mijn favoriete auto is. En waarom met de Vito? Omdat ik daar al lang niet meer mee had gespeeld. Dus we gaan in ieder geval de melding aanzetten. We beginnen met de vroege dienst. Het is nog vroeg aan het worden. Of het moet nog dag worden, zeg maar. Ik kom even niet aan mijn woorden. Maar in ieder geval, het is mooi weer. Zo ziet het eruit. Het mooi weer gaat worden. Look at player. Sign to all. Yes. Stap in. En blijf zitten. Voertuigcontrole. Zullen we nog maar even snel doen. Oranje kan niet samen met blauw. Dus dan doen we dat nu even. Oh, fel. Ja. Oké. Okay, let's go. Ik ga vandaag niet de kofferbak openen bij de Vito, want toen net crashte die toen ik dat probeerde. En ik heb geen zin om dadelijk weer alles opnieuw op te moeten starten, omdat ik eigenlijk al een beetje weet dat die misschien crasht. Alles goed, collega's. Nou, die zijn... ik weet niet wat ze daar waren aan het doen, maar goed. Het mag. De noodhulp op de... welke dag? Is het vrijdag, donderdag? Het is maar wanneer je kijkt. Ja, ik ben vrij vandaag. Citizens report a DUI in Vineland racetrack. Ja, wat is dat? De paardenracebaan. Daar zou iemand onder invloed van alcohol mogelijk op zijn terechtgekomen met zijn auto. En die zou dan nu wat overlast zijn aan het maken. Wij beginnen met ons werk. Hij gaat net naar huis vanaf de kroeg of zo. Maar dat is dan onverstandig om te rijden. Dus hier gaan we een stoptekentje geven en laten blazen. En eventueel aanhouden. Nee, dit is misschien crossmotors of zo en binnen is paarden. Ik weet niet precies wat het allemaal is. Voor Saran. Ik heb zicht op de verdachte. 1 out of 12. Verdachte is tot stilstand gekomen. Hallo, politie. Reden dat ik aan de kant zet, is dat ja, u rijdt sowieso hier waar het niet mag. En we krijgen wat meldingen over u. Goed,
rijbewijs heb ik van u gekregen? Heeft u iets gedronken, meneer? Nee. Goed. Ik heb toch het sterk vermoeden van wel. Ik ga u daarom even laten blazen. Dan mag ik even blazen. Doe ik stop, zeg. Blazen. Omar, dankjewel. Goed. U bent bij deze aangehouden. U mag uitstappen. Niet de antwoord verplicht. De recht op een advocaat. Voor u aangehouden voor het feit te rijden onder invloed. Dat is artikel 8, denk ik. Goed. Dan kun je wel tegen zo iemand zeggen, je bent oh wacht, kom hem ook zelf mee. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Vinewood Racetrack. 12:05, ik ben onderweg. Kijken waar die in gaat. Oh ja, dat moeten we niet doen dus. Dat is gehoord. Oh god. Oké, goed, ik zie jullie zo meteen. Zo, weer aanzetbaar. Verdachte overgedragen aan de collega's. Voertuig is afgesleept. Alleen door de crash zul je op de kaart nu een geel stipje zien knipperen. Een bericht voor alle wagen. We have a hit and run on a Los Santos freeway. Eerst een prio 1 melding dan voor vandaag. Een aanrijding. De verdachte is er vandoor gegaan. Mogelijk een paniek. Mogelijk was het gepland. Dus wij. 12 OC, ik heb zicht op de verdachte. 1 Adam 12. Dat is verhoord. C, 1 slachtoffer voor zover te zien. Geen beweging. Niet aanspreekbaar, graag een ambulance ter plaatse. Ah, daar, kijk dan. Ga jij even naar het slachtoffer, dan ga ik even praten met mevrouw. Hallo, vertel. Oh, sorry. Ja, ja. Oké, dankjewel. Ambu hier zo. Ik zeg graag een eenheidje erbij. 1202 OC, we komen dan. Die voor het... die voor de weg afzetting kan zorgen. Wij gaan een kijkje nemen wederom bij de race, de ding, die baan daar. In verband met vermoeden dat daar de verdachte actief is op de baan. Kamar is ter plaatse, die lost het daar een beetje op met de weg afzetting. En wij gaan daar, die auto die daar rijdt, arresteren. Of in ieder geval de bestuurder daarvan arresteren. Die Porsche denkt nu ook van, oh god, ze moeten mij hebben als ze achter me aankomen. Maar ik moet je niet hebben, ik moet gewoon er langs. Target is heading southbound in Vinewood Racetrack. Als je gewoon geduldig afwacht, komt hij vanzelf naar je toe. Northbound in Vinewood Racetrack. Oh. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Oh, jammer. Hij gaat van de OC af te volgen. Dat is mijn woord. En is je erbij? 12:05, ik ben onderweg. Oh. Verdachte ramt de collega's. Uitstappen, hier komen. Helemaal klaar ermee. Staan blijven. Zet de voet op de voet. Eenheidjes voor op dit moment niet nodig. Nou, toch wel even snel. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Een bericht voor alle wagens? Ah, een collega vraagt om assistentie. Jongen. Hier komen. Ik heb deze. LSPD! Dat is fijn van de taser, dan wijzigen ze wel. Goed, C en vracht aangehouden. Meekomen. Ja, nu moet je weer overheen, hè. Mag je zelf doen. Zoom uit hoe je doet. Eén collega vraagt om een
consistentie. Transportje hier naartoe. Wij gaan niet vervoeren met de Vito, want dat gaat mis. En dat herinner ik me ook uit de andere video's. 12:05, ik ben onderweg. Je moet misschien aan de juiste kant of op de juiste plek de verdachte erin stoppen. Maar voor nu heb ik geen idee welke plek dat is. Mooi klem gezet samen met de collega's van de Touran die inmiddels hier weer rijden. Maar ik moet zeggen, weinig schade. Ja, een beetje hier wat krasjes, maar er komt nog omdat ik de bocht daar wat verkeerd nam. Stop in. Oh, hij zit en de deur is kapot. Dus als hij zit, dan vliegt de deur eruit. Een bericht voor alle wagens. We are code 4. No further units required. Goed, inzetbaar. SC. Status vrij. Ik weet niet welke dat is. Heb ik geweten. Weet ik nu niet meer. Even achter staan. Beetje raar wat hij is aan het doen. Die paal aan het slopen met zijn dure Porsche, alsof hij hem het gebouw wil laten instorten of zo. Kijk of hij niet heeft gedronken. Hallo. Hey. Heeft hij iets gedronken? Yep, stay hydrated. Oké. Goed, dan mag even blazen voor mij. Ik weet niet wat ik ben aan het doen en wat u bent aan het doen met de auto om hem te slopen. Oeh. Even iets gedronken, hè? Ik zou aanraden. Nou, je mag verder rijden. Goed. Ik kan er niks anders van maken. Maar rij alsjeblieft niet het hele gebouw kapot. Dat is nergens voor nodig. En dan vond mijn game niet zo leuk. Ik zie jullie zo weer. En we zijn er weer. En we gaan door. En we proberen hier nu even weg te komen. Zodat we eens wat... wat meters kunnen gaan maken. Het liefste kilometers. Natuurlijk. Maar goed. Nou, ik heb mijn waypoint daar gezet. Dat hoef ik ook niet meer. Een bericht voor alle wagens. We've got a 390. Houd niet op. Los Santos Freeway. Oh, wat gebeurt er? Dat deed ik niet, zeg maar. Mijn stuur bleef hangen. Een dronken persoon, of in ieder geval iemand onder invloed op de snelweg. Prio 1. Daar links zag ik iemand lopen, ja. Echt, je kunt ook gewoon een surveillance in dit kleine gebiedje doen, want je bent er druk genoeg. Hier komen en gauw een beetje. Stop, police! Zeg, met spoed eenheidjes erbij, dat is echt heel onveilig. We've got a code 99 in Vinewood Hill. Response code 3. Police! Stop whatever the hell you're doing! 5, ik ben onderweg. Oké, ga met ons mee. We willen echt zo snel mogelijk weg voordat iemand van zijn sokken wordt gereden. Toch nog eens proberen, gewoon zelf in, we zoeken maar uit waar hij gaat zitten. Oké, mooi zit. Deur is dicht, stap in. Zij gaat bij hem zitten, achterin zoals het hoort. 12 naar NOC, ik heb zicht op de verdachte. 1 Adam 12. Dat is verhoord.
gaan richting bureau. Waar de verdachte zal worden ingerekend. Dispatch calling unit 6, Paul 20. We've got a civilian GSW. Ik rij verkeerd, want hier was de 1202 OC, we komen eraan. Ingang. Ik wist dat hij hier was, maar ik wist even niet meer waar. Goed, handhaving. Neemt hem mee. Goed zo. En wij gaan door. En we zijn weer terug met de Vito. Bijna eind. Stap nou in. Doe nou niet zo irritant. Bijna einde dienst met mijn collega. En dan ga ik over op een nieuwe dienst, andere dag. En met de Touran. Dus we gaan het zien. Dispatch calling unit. Melding van neergeschoten. We've got a civilian shot. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, Paul 20. Een schietpartij zijn geweest. Ambulance rijdt mee voor het slachtoffer, bij onze taak is bescherming. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, Paul 20. Medical aid requested. Respond code 3. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, Paul 20. Medical aid requested. Respond code 3. We houden in de gaten voor mogelijke daders. Mijn collega zal vooral de bescherming doen. Ik zal een beetje het verkeer doen. Het kan zomaar zijn dat de mogelijke dader alsnog terugkomt. Om te voorkomen dat het slachtoffer gered wordt. Ambulance is wat dingen aan het regelen. Ik hou echt goed het gebied in de gaten, want ik weet dat ze terug kunnen komen. Alleen is het slachtoffer toch overleden. En hij gaat mij een begrafenisondernemer vragen. Ik krijg daar veel reacties over. Eerst moet de lijkschouwer komen, dan de begrafenisondernemer of zoiets. Ja, dat zal. Maar ja, dat kun je toch niet doen in het spel. Dus de ambulance heeft in ieder geval de dood bevestigd. Dan gaat hij nu hier weg zo snel mogelijk, zodat hier de weg vrij kan worden gemaakt. En, alles overheen. Zo, daar zijn hun. Fotootjes. Klik, klik en klik. Laatste Del Perro car accident, dat kan wel. Del Perro, units respond code 3. Het zou een ernstig ongeval zijn, meerdere voertuigen, prio 1, verkeer een beetje, ja, een beetje onrustig, chaos. Wat ik zo snel in de MDT, in het MDT kladblok kon zien. Linksvrij, rechtsvrij. Dus we gaan er met wat hogere spoed heen. De vrachtwagen heeft mij niet gezien, nu wel achter de vrachtwagen. Dus er komt niks meer mooi. Rechtsaf. De snelweg op. Dit is ook op de snelweg. Dus we gaan zien wat een chaos daar, wat we daar gaan aantreffen. Linkerbaan volle snelheid.
verwacht dat het een en ander gaat exploderen. Ik zie wel een ambulance ter plaatse. Hier ligt iemand. Oh god. Oké, het is echt een chaos hier. Ik wil met spoed eenetjes erbij gewoon. Daar staan overal voertuigen. Ik laat even mijn sirene aan. Ik moet het even op een rijtje hebben. Hier kunnen ze op zich wel langs. Ja, daar ga ik ze echt niet langs laten rijden. Dus ik moet de fend off position toepassen. Dat betekent dat ik hem zo neer moet zetten. Dat de strepen naar die kant staan. Zodat het... het verkeer die kant ook op moet gaan, dat zal de meeste mensen zullen dat niet weten, is wel zo. Zelfs moet ik de wielen nog even in dit geval zo zetten, omdat daar niemand meer in zit, zodat als ik word aangereden tot de auto die kant op rolt in plaats van die kant. Alleen kan ik dat nu niet doen. Dus we gaan uitstappen en we gaan even, ja, ik wil hier gewoon de hele snelweg dicht hebben. Ik wil gewoon alles dicht hebben. We gaan niet alles dichtgooien. Dit gaat zo niet hoe het nu hier gaat. Het is gewoon te gevaarlijk. Goed, snelweg is dichtgegooid. We hebben... Oh, hier ligt ook nog iemand, hè, jongens. Kom op. Ambulance te plaatsen. 1, 2, 3, 4. Hoezo komen jullie hier nou langs? Misschien nog 5, daar loopt iemand. Meerdere slachtoffers gaan ook brand op plaatsen. Goed, heren, hebben jullie een verhaal voor mij? Kunnen jullie praten? Kan iemand mij iets vertellen? Nee, dat kunnen jullie niet. Een groot ongeval, deze ambulance was als eerste ter plaatse. Hij heeft groen aangezet, zoals je ziet. Nu knippert dat zo. Brandweer en ambulance komen deze kant op. Ik ga alvast, nou ja. 1, brandweerwagen is aanrijdend. Er zijn heel veel slachtoffers. Hier zit niemand meer in. Huh? Heb ik die erin gezet? Huh? Dit is een echte Lamborghini, hè? Niet zo'n namaak. Dit is gewoon echt een echte Lamborghini, zoals je ziet. Ik wist helemaal niet dat ik die erin had staan, joh. Vet. Ja, dat wist ik echt niet. Ik hoor een ambulance aankomen. Dat is goed. Maar het ziet hier niet goed uit. Ik ga aan niemand komen. Ik ga aan niemand aanraken. In verband met de mogelijke letsels, nekletsels die zijn ontstaan. Hopelijk komt de ambulance meteen nog een beetje goed. Ah, perfect. Kijk eens, dat is super. Ambulance echt top. Als ze willen komen ze hier dus langs. Oké, dus nu echt niet meer. Hoi. Ja, ik heb daar 1, 2, 3, 4 meerdere slachtoffers. Echt even snel handelen. Ze hebben toch de brandweer door laten komen. Normaal zeggen ze we handelen het zelf wel af, maar nu moet echt de brandweer komen. Het is echt een heel zwaar ongeval. Mogelijk ook doden. Ik weet niet of de lifeline nog gaat komen. 2 reanimaties zijn gestart. Brandweer ook te plaatsen. We nemen hier een beetje de leiding op ons. Er is nog geen OVD van iets ter plaatse. Hoi, ik heb hier een... ja, daar. Oh, daar ligt ook nog iemand, joh. Of waar ga je heen? Ik ga even naar achter kijken. Misschien liggen daar ook nog auto's. Ik zou niet weten waarom, maar... Nee, die is gewoon footsie. Die is weggerend. Die dacht van ik... heb je genoeg van? Ik wil er niet bij horen. Oké. 1 slachtoffer. Deze 2 hebben het beide overleefd, zo te zien. Zit hier al iemand in? Nee, ze worden in de ambulance gestopt. Er zijn 2 slachtoffers al bevrijd en geholpen. Die zitten nu in de ambulance.
wil wel de VOA hier met spoed ter plaatse. Er is nog een slachtoffer die gaat worden geholpen in de ambulance. Die loopt nu met de brandweerman mee. Dan hebben we het voor zover onder controle. Dan ga ik hier alvast wat takelwagentjes voor laten komen. En dan kunnen we langzaam de snelweg weer vrij gaan geven. Ik hoop dat het goed gaat, want ja, de takelwagens staan er allemaal te wachten. Kan ik dit ding optillen? Nee, dan moet je wel echt weg, anders is het hier een vrachtwagen voor een rijden ofzo. Hier ligt nog iets. We hebben drie patiënten die het hebben overleefd. Vier met daar. Deze meneer erbij, die praat ook, die is aan het bewegen, dus dat is allemaal goed. Ik laat even iedereen rustig vertrekken en dan gaan wij het de snelweg vrijgeven. Dan gaan we snel naar het bureau en dan gaan we nog even door met de Touran. Of nou, nu niet naar het bureau, een andere keer naar het bureau. Maar dat zien jullie hierna gewoon met de Touran 2016 en een nieuwe collega. Zo, en we gaan verder. Daar zijn we dus weer in de Touran 2016 met mijn collega, wat was het, Lorenzo was het? Ja, Lorenzo. De nachtdienst in, we krijgen waarschijnlijk eerst melding. Dat is een zelfmoordpoging. Nee, dat is even niks voor ons. Jullie kennen de melding inmiddels wel. Drie opties. Eentje slaat helemaal nergens op, want springt hij meteen. En de andere twee, daar twijfel ik altijd zo erg in. Maar dat is of een goede afloop of een slechte afloop. Logisch. Deze heeft goed het gas erop. Ik weet niet wat hij is aan het doen. Niks raars aan het doen verder. Dan laat ik hem even gaan. Kenteken van de motor controleren. Basis van algemene controle nu. Maar ik wil ook wel even als er iets aan de hand is. Nog één keer of we de goede hebben. Wat was kenteken 8-1? Nee, dat is hem niet, hè. Nee. Attention all units. Assistance needed in we hadden wel een voertuig, een match met een voertuig, werd gezocht, de eigenaar was ook nog ingenomen rijbewijs. We gaan nu even naar een assistentie, prio 2. Dus er werd om backup gevraagd, zoals dat in het Amerikaans heet. Maar dat woord is bij iedereen wel bekend. Oh, daar heb ik geluk. Volledig mijn fout, veel rustiger had ik rode licht moeten nemen. Zo. Even kijken precies. Ah, die melding. Die kennen we wel. Dat wordt knokken. Lorenzo, pak je wapenstok maar, want dit gaat leuk worden. Noodknopje gegarandeerd. Weer zijn deur eruit. Hou die rust hier allemaal. Bij jou kom ik zo en bij de rest kom ik ook zo. Collega, vertel, is dat nou ook Lorenzo? En een tweede zelfde joh. Van de koekjes. Hey, 12-01. Status geen nog wel eens, maar ze niet meer verlangt. Hey, en vertel, wat is er gebeurd? Ja, dat is een beetje verwarrend. Deze vrouw hier is geslagen door één van die drie jongens. Daarachter, ze weet niet wie, want het, ze werd geslagen van achter. Ik ben aan het praten met slachtoffer, praat jij even met de verdachtes. Ik ga even eerst met deze meneer praten. Goedendag meneer. Ik ben haar vriendje. Oké, vertel alsjeblieft wat er is gebeurd. Ik weet het niet, ik was aan het wachten op haar. Ik wou gewoon wat drinken kopen en ik hoorde opeens roepen voor hulp. Wat is toen gebeurd meneer? Ja, ik ben meteen naartoe gerend en ik zag dat ze op de grond lag.
deze drie heren, en ik zie er maar twee, oh, dat is de derde. En de security guard, dus de beveiliger, stond om haar heen. Oké, blijf alsjeblieft even hier voor meer vragen. Of voor zometeen. Hey, wat heeft u gezien? Toen ik aankwam zag ik de meid op de grond liggen en ik zag deze drie mannen bij haar staan. Dat is alles. Heb je niks anders gezien? Nee, het spijt me. Ik kan ook nog even met hem praten. Hallo. Ik kan je vertellen wat er gebeurt. Deze drie heren hebben deze vrouw meerdere keren in het gezicht geslagen. Ze scholden eruit en ze riepen slet tegen haar. Oké, dankjewel. Goed, duidelijk. Ik ga in ieder geval alle drie aanhouden voor zware mishandeling. Hallo. Je weet het, je gaat me de waarheid nu vertellen, hè? Oké, natuurlijk. De beveiliger heeft tegen je gelogen. We waren hier de hele tijd en waren gewoon aan het drinken. Opeens zijn deze twee beveiligers naar die vrouw toe gelopen en hebben er geslagen met een zo'n ding, zo'n knuppel. Ik zweer dat is er gebeurd. Ze zijn echt ziek in hun hoofd. Oké, jongens. Hey, even stoppen. Zeg graag een netje bij. Met spoed, meerdere eigenlijk. Hey, stoppen nu. Hier komen, jij ook. Gedraag je. Hey, meekomen. En snel een beetje. Je gaat daar staan en jij gaat meewerken. Oh, ik heb alle wapens opeens. Dat is ook handig, dat hoef ik helemaal niet. Die. Hey, meewerken. Jij ook. En allemaal stoppen. Wie niet luisteren wel moet voelen, hè? Jij werkt goed mee, goed. Oh shit. Collega neer, collega neer. LSPD, don't make me shoot ya. En over op taser. Dit gaat helemaal nergens over. Ze gaan met spoedambulance te plaatsen. Collega neer, meerdere mensen neer. Chaos hier. Komt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Ook geschoten hier. Ik wil niet door wie en waarop en waarom. Goed, gebied veiligstellen, alles afzetten. Niemand komt hier in of gaat eruit. Er staat nog één verdachte die op dit moment is aangehouden. Goed meneer, fijn dat u in ieder geval even normaal bent gebleven vergeleken met de rest. U bent wel aangehouden, verdenking van mishandeling. We gaan het op het bureau verder uitzoeken. Ja? Oké. Okay. Ik ga het transport voor u. Eén collega vraagt om uw assistent. Tijd dat verknokken werd. ...12.05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. En nog een brandblusser en dan hebben we weer alles. Het gebied hier is redelijk rustig. Mevrouw. U wordt even nagekeken door de ambulance, zo te zien. Of ja, u bent in ieder geval gewond, dus ik neem aan dat u wel door de ambulance gezien gaat worden. En dit is geen gedrag wat we tolereren, dus ik ga je ook aanhouden. Dit is het laat ik helemaal aan. Kijk, als iemand iets zegt wat je niet leuk vindt, oké. Okay, maar dan ga je niet beginnen met roepen, hou je bek en slaan. Ga er helemaal nergens over. Dus ik ben aangehouden. Op basis van mishandeling. En wat kunnen we er nog voor geven? Het starten van onrust of zo, openbare ordeverstoring. Wij gaan door. Wij gaan even een bakkie doen op het bureau. Oh, ik ben van achter beschoten. Raar. Wij gaan op dit bureau een bakkie doen. Ik zie jullie zo. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have a car goed, on fire. Daar zijn we weer. We gaan meteen door, want we hebben een prio 1 melding gekregen van het OC. Geen tijd voor koffie dus.
Op de vroege ochtend, het is inmiddels... oh, het is nog avond, wauw. Wat slecht, what the fuck. Ja. Hebben we een pre-way melding gekregen voor een autobrand. Dan gaan we pre-way 1. Wat ik al 3 keer heb gezegd, pre-way 1 is wauw. Rechts vrij, links vrij, yep. Samen met de brandweer zal dat wel zijn. Zorgen wij vooral voor de weg, wegafzetting en eventueel afslepen. En misschien wel kunnen wij het zelf blussen. Links op en dan zijn we er bijna. Links heeft mij gezien, ik ga er even tussendoor. Zitten plaatsen. Goed. Brandweer is niet meer nodig, C. Mercedes. E-klasse volledig uitgefikt. Is al een tijdje aan de hand geweest, denk ik. Want er zit. Niet eens de vlam er nog in. Schagenberg. Sleep je een takeltje, of hoe noem je dat? In de politietaal. En dan gaan wij met vervolg. Mooi Tesla. Hoi. Staan, dan kan de takelwagen erbij. Nee, daar komen we nog niet helemaal. Ik ga gewoon doorrijden en dan. Oh, kijk, ideaal ook. Attention all units, we have a suspicious vehicle in San Andreas. Via het fietspad gaan we even snel naar een verdacht voertuig wat nu de snelweg op wilt gaan. Oh, nee, toch niet. Links vrij. De volgende was het rechts. Hey, hallo, ik heb voorrang hoor. Stop voor. Ah, wat doe jij nou? Zee, we worden geramd. Ga er eentje erbij. What the fuck? Hey! 1202 OC, we komen eraan. Uitstappen. LSPD. Ik heb een vuurwapen erop zetten. Als je hem dood wilt hebben, wil ik hem ook dood hebben. Zegt hij ook nog, hoe is de dag? Ja, ik wil geen problemen. Had je moeten bedenken toen je ons, voordat je ons aanreed. Wat heb je achterin allemaal liggen? Verdenking van spullen voor inbraak. Ik ben aangehouden, niet antwoord verplicht, ga naar het bureau. Eén collega vraagt me.
hele jongensdag genomen deze. Verkeer. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Tijdens de verkeerplaatscontrole krijgen we een melding van de persoon met een mes zou mogelijk aan het insteken zijn of aan het steken zijn op dit moment. Dus, hoge spoed. Steekpartij, ja, jongens, stoppen! Stoppen! Bij de neergeschoten C. Eentje erbij. En snel een beetje. Even geen tijd voor spraakaanvraag. Doe me met een noodknop. 12:05, ik ben onderweg. Ik wil ze snel uit elkaar hebben hier. 12:02 OC, we komen eraan. Beide hebben nog een mes vast, mes laten vallen, heel erg goed. En blijven zitten. Hier ook een aangehouden mes loslaten. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Remmen, goed zo. Hier op knieën. Voor de C alles veilig. Dus ja. In principe kunnen we meestal wel met vervolg. Het is toch fijn dat ze zijn gekomen. Ja, nu zullen jullie misschien denken dat was toch niet echt nodig, zo'n noodknop. Ik kon toch ook met spoedassistentie roepen of zo. Ik dacht van ja, je wilt toch even je portofoon gewoon even knop aan drukken, dan kun je beter communiceren, ook bij met z'n tweeën. Mocht je toch denken van ja, dat slaat een beetje nergens op, lees even het verhaal van Jan Willem op zijn Instagram. Een foto van een pepperspray heeft hij erop gezet en daarbij een heel lange tekst van ook ja, eigenlijk hoe je dacht van ja, daar is er helemaal geen noodknop voor nodig. Maar ja, toch werd er noodknop ingedrukt, dus ik dacht van ja, dan doe ik dit ook lekker. Wij gaan langzaam door naar de laatste melding voor deze video. Voor de mensen die nog kijken, shout out naar jullie. Maar ik snap ook dat de meesten al zijn afgehaakt na 10 minuten misschien. Maar goed, wij blijven hier even staan met schoenen aan. Even om transport, busje. Oh, we moeten. Multitransport. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Vespucci Beach. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Komt transportbusje al. Blokken uit. Goed, beide gaan mee naar het bureau. Oh, weer verkeerd. Zo. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Een bericht voor alle wagens? Stoppen, staan, blijven staan, blijven stoppen. Uitstappen. Verdachte Wayne wordt er geschoten. Staan blijven. Hier komen. Hij gaat weer terug. Stoppen. Police, stop whatever the hell you're meewerken. Doing. Goed zo. You sorry piece of crap. Vuurlijnen, collega's, dit is collega. Dit is verkeerd, dit is goed. Oké. Okay. Een aangehouden verdiefstal van een voertuig, heet inderdaad. Ga met ons mee, want wij zitten. Onze dienst zit er namelijk op. Wij gaan naar het bureau. Je gaat achterin hier zitten. Voorwerpen bij die je niet bij mag hebben. Een vuurwapen. Kijk eens aan. Ben aangehouden. De eigenaar rest zou, als het goed is, hier ergens een rond moeten lopen. Die mag het voertuig meenemen. We gaan even naar het bureau. Een beetje haast. De game denkt ook van ik heb er vandaag wel genoeg van. En ik denk ook inmiddels ik heb er wel genoeg van.